Heftige turbulentie op de dagkaart van de AEX op 12 september. Slotkoers weliswaar 574,79, maar met een openingskoers van 575 is er nauwelijks tot geen vooruitgang geboekt. Nog voor de boel, nog voor de beer. Oftewel een doodse candle als eindresultaat, maar wel eentje met een flinke spriet omhoog en een flinke spriet omlaag. En dat geeft toch de twijfel aan bij de spelers. Gaan ze nu door omhoog en staat het weg verder open naar 587? Die weg staat wel open, maar zijn ze ook daadwerkelijk bereid om door te stomen, de bulls, of zeggen de beren van het is mooi geweest en wij nemen het heft in handen en we gaan kijken of we de koers terug kunnen drukken naar de SMA-lijn zo'n beetje op 5,61. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Op dit moment alles nog in de plus, dus wat dat betreft hebben de bulls nog wel de meeste troeven in handen. De up-status is nog valide, het speelveld is ruim, we zien geen steun en weerstand in de nabije omgeving. Op ruime afstand, zoals gezegd 5,87 bovenin het veld en de SMA-lijn als eerste vangnetje en daaronder 5,38 als tweede vangnet. Zover zullen we waarschijnlijk niet reiken. Het gaat erom dat als er wordt gecorrigeerd, dat er een hogere bodem wordt geplaatst, ruim boven de overigens vlakke SMA-lijn. En u weet, heb ik vaak verteld, een vlakke SMA-lijn duidt op afnemende trendmatigheid. Dus niet een overtuigend proces van hogere top en een hogere bodem of andersom, maar eerder de trading range karakteristieken. En dat zou betekenen dat op termijn gezien de AIX kan gaan zigzaggen tussen 5,87 bovenkant en 5,38, 5,28 onderkant. Dat is van latere zorg. Het gaat er nu om de huidige upswing een vervolg te zien krijgen en dat kan alleen maar als morgen de bulls in staat zijn om met een witte candle door te stomen boven 5,75 en verder aan te trekken naar 5,87. En dat betekent dat de up-status dan een duidelijke impuls krijgt en dat impliceert dan dat koopposities mogen worden aangehouden. Eens kijken wat de DAX gedaan heeft. Klein plusje vandaag. Ook hier een keurige beweging omhoog. Ook weinig trendmatigheid. Hier raakt de RSI bijna de OB-lijn. Maar ook op de swingteller een plus 1 standje. En dat betekent een hernieuwde opgaande beweging. En inderdaad een doorgaande bullenparade richting 12.600 tot 12.656. Wat dat betreft lopen DAX en AIX redelijk met elkaar in de pas. Een wispelturig speelveld, nogmaals weinig trendmatigheid, geen mooie series, maar wel grote uitslagen omhoog en omlaag. Wat dat betreft twee handen aan het stuur als u op deze speelvelden actief aan het beleggen bent. Ik wens u een plezierige avond.